Game on. Korte voorspelling, collega. Ik denk dat het best wel eens dicht bij elkaar kan zitten in deze wedstrijd. Ik denk niet dat Taylor zomaar over Mark Webster heen gaat wandelen. Webster staat het laatste half jaar steeds beter te gooien. We kennen de problemen die hij gehad heeft. Dartritis, het niet los kunnen laten van je eerste pijl. Hij heeft er hard aan gewerkt. Heeft een coach in de arm genomen die hem daarbij geholpen heeft. En heeft dit toernooi tot nu toe echt sterk gespeeld. Taylor ook. Taylor is de laatste weken natuurlijk steeds beter in vorm gekomen. Materiaal is op orde. 45. Toch geef ik Webster wel een kansje. Webster is een speler, en dat zegt hij zelf ook. Hij is niet de beste van de wereld. Dat geeft hij toe. Hij is niet de favoriet in geen enkel toernooi. Geeft hij ook toe. Hij zegt maar, je zult wel goed moeten spelen om mij te winnen. Anders pak ik mijn kans. Een goede instelling. 140. Het is overigens voor deze man, Phil Taylor, zijn 105e kwartfinale op een groot televisietoernooi. Dat is een ongelooflijk aantal. En hij won er ook nog eens 88 van die vorige 104. Webster, zijn 17e. Hij won er van de vorige 16-9. Dus ook meer dan de helft. Hij stond vorig jaar in de kwartfinale van de Grand Slam of Darts en de World Grand Prix. Grand Slam voor die van Barneveld. Grand Prix won die van Klaassen. Triple 13 voor dubbel 16. Voor dubbel 16 om meteen zijn eigen lek te behouden. 99. Dat lukt hem niet. Taylor dan via dubbel 16. Game shot on the first leg. Phil Taylor. Second leg is marked for drill first. Game on. Een 50-jarige Taylor zijn 65ste wedstrijd nu op het UK Open. 56 gewonnen. 100. Slechts 8 verloren. En voor Webster zijn 8e UK Open. De laatste keer in de kwartfinales is al een tijdje terug. We nemen u mee terug naar 2011. Toen versloeg hij Robert Thornton met 10-7. Hij stelde vervolgens in de halve finale tegen James Wade. U weet wel, de man die al zo vroeg dit toernooi werd uitgeschakeld. Dat was trouwens ook het jaar dat Webster Ko Stompé nog versloeg. En toch is het maar 5 jaar geleden. De eerste 180 van de wedstrijd op naam van meneer Taylor. Die lijkt vroeg in de wedstrijd al het verschil te willen gaan maken. En Webster heeft voorlopig grote moeite om de triples te vinden. En dat wil je nu precies niet in het begin van een wedstrijd tegen Taylor. Want dan gaat deze man zich op zijn gemak voelen. En dan ben je echt verder van huis. Hoppatee, maar 9 pijlen op dubbel 8. En de eerste break komt eraan. 96, verzilvert hij dat ook, Phil Taylor. Game shot 2-0. Phil Taylor. Ja, ik denk dat het niet heel lang duurt voordat we dadelijk zo'n uitschuifballetje krijgen waarin de gemiddelden staan. Ik kan ze namelijk al een beetje zien. En de gemiddelden van Taylor zijn bepaald aardig. Ja, als mocht er uit de hoge hoed de namen Taylor van Gerwen komen, dan zal de Nederlander vol aan de bak moeten. Dat moet hij tegen iedereen. Kijk, dit bedoel jij. ...100.
gemiddelde van Taylor in de wedstrijd tegen Van Barneveld lag zo rond de 106. Tegen Van der Voort 103. 98. Ja, met 106 of 103 kun je echt van iedereen winnen, hoor. Dan is een tegenstander die 110 gemiddeld gooit niet te zeker dat hij hem wint. 96, Phil Europa 130. Weer in de leg van Webster, hij heeft gewoon 6 pijlen ervoor. Het past een beetje voorlopig in de middag. Ja. 65. Alle wedstrijden tot nu toe is het 3-0 geworden voor een van beide spelers. Dat is hier ook al zo. 130. Phil Europa 65. Twee van de vorige drie wedstrijden werd het ook 4-0. De vier tops, Taylor voor 4-0. We zijn wel erg benieuwd wie u thuis denkt wie dit toernooi vanavond gaat winnen. Laat het ons weten via hashtag RTL7Darts. Webster, zijn gemiddelde zit iets boven de 90. Taylor is iets gezakt, nu op de 110. En Webster kan de stand op 4-1 gaan brengen om daarmee naar een korte onderbreking te gaan. Benut hij zijn kans, tops. 4-1. En nog steeds het gemiddelde van Taylor, terwijl u kijkt naar de andere cijfers en feiten tot nu toe, ligt nog steeds rond 107, 108, herstel 106. Nee, ja, toch gelijk, bijna 108. Maar wat lag dat hoog in de openingsfase, 123. Ja, maar goed, hij begint natuurlijk meteen met 10 en 11 en dan gaat het hard. 59. Hier heeft hij het initiatief te pakken in de leg die Webster is begonnen. Om het echt te pakken heeft hij wel een beurt met een triple nodig. En dat doet hij dan weer niet. Ik heb wel de indruk in deze wedstrijd dat die pijlen van Taylor weer wat meer hangen dan in de perfecte formatie, zal ik maar zeggen. Leg ze uit. Ja, hij wil ze echt haaks op het bord hebben, maar ze hangen nu echt nog een stukje. De tweede was al een stuk beter. En natuurlijk is het wel gewoon 180, dus daar kun je niet heel veel van zeggen. Maar ideaal wil hij ze aan de achterkant nog steeds iets omhoog hebben, heb ik het gevoel. 100. 130. Er zijn. Om het dan te doen via. Ja, het is. Voor de power. Dat niet. En dan mag Webster nog wat aan het scorebord doen. Het iets mooier maken. De 100 uit te gooien. Triple 15 en tops voor nodig. Die kans benut hij niet. En dus Taylor nu richting de 9-3. Nog één lek verwijderd. En het knikje van Webster is veelzeggend. Die kans had hij net moeten pakken. Ja, hij heeft natuurlijk Taylor al twee keer verslagen op een groot toernooi. Dus hij weet wel wat het is. Maar hij weet ook dat dit niet genoeg is. 92, bijna 93 gemiddeld tegenover de constante. Ja, precies. 106. En weer 106 in de middag. Maar ik ben benieuwd in hoeverre.
we een andere Taylor gaan zien vanavond in dan die eerste of tweede halve finale. Gisteren was dat verschil nogmaals echt wel zichtbaar. Hallo. ...124. 128 punten. Hij heeft de Taylor nog nodig om de halve finale van de UK Open te halen. Nog altijd op jacht naar zijn zesde UK Open titel. En hij zit nog altijd in de race en hij speelt goed genoeg om die titel te pakken op dit moment. Doet hij het in stijl via de bullseye? Nee hoor, all business. Gewoon via een enkele 18-16 overlaten. Geen frivoliteiten voorlopig nog. Maar een hele zakelijke, hele goede overwinning. 58, nu via de dubbel 16. Dan maar via een andere weg voor een plekje in de halve finale. Phil Taylor plaatst zich als laatste speler bij de andere drie voor de halve finale. En schakelt hier Mark Webster uit met een briljante zege.